Ik zit hier met Brenno de Winter. Goedemorgen. Je hebt net een boek geschreven, Digitale Stormvloed. De vorige keer dat we praten had je een roman geschreven over een hack in een bank. Nu, dit is een heel ander soort boek. Hè? Van 75 onderwerpen die gewoon behandeld worden. En er zit natuurlijk security in, maar het gaat over de hele digitale samenleving. Waarom dit boek op dit ogenblik? Omdat de informatiesamenleving er nu gewoon is. En ik zie dat heel veel bestuurders gewoon de boot aan het missen zijn. En dat het ook echt heel erg urgent is. Dus ik vond het heel erg nodig om al die thema's een keer op een rijtje te zetten. En te kijken van hoe krijgt die samenleving vorm. En hoe mist het bestuur eigenlijk de kansen die ze op dit moment worden geboden. En waarom onderkennen ze de bedreigingen niet? Nou, daar gaat het hele boek eigenlijk over. Ja, voor die bedreigingen, dat ken ik jou wel, zeg maar. Hè? Want je hebt altijd over het hacken en het gevaar van het hacken. En daar word je ook altijd voor gevraagd. Maar dit gaat inderdaad om beschrijving van alles van 3D-printing tot zelfrijdende auto's. Tot, zeg maar, wat het voor de overheid betekent. En er is ook inderdaad een groot hoofdstuk over de veiligheid. Maar je praat ook over de sociale kwestie die het op een gegeven moment die nieuwe digitale samenleving betekent. Dat er een de haves en de not haves en de works en de not works. Veel algemener boek van Brenno. Waarom? Nou, omdat als je de kansen mist, dan heb je het ook gewoon over hele grote bedreigingen. Internet is snoeihard, hè? The winner takes it all. Als je niet gewoon meekomt en je bent er niet tijdig bij, dan heb je de boot gemist. En dan is het eigenlijk nagenoeg onmogelijk om nog mee te komen. Als je nu denkt, ik ga eens een zoekmachine beginnen, ja, dan moet je wel iets heel goeds gaan verzinnen. En dat hoeft eigenlijk al niet meer. Nederland loopt al jaren vooraan. Kijk naar infrastructuur. Maar die positie moet je wel blijven bevechten. En ik zie dat op dit moment te weinig gebeurt. En daar maak ik me zorgen over. Ja, want jij bent vanuit die veiligheid en vanuit de security doe je allerlei workshops met allerlei mensen. Dat is ook, ik heb ook een keer zo'n hack workshops gezeten. Hè? Iedereen wordt gehackt, alle persoonsgegevens liggen op straat. Wat ga je met elkaar doen? Is het in die ervaring met die bestuurders die je daar hebt tegengekomen dat je zegt, deze behoefte is er heel erg? Is dat die face-to-face? Ja, de mechanismen zijn ook wel een beetje hetzelfde. Of het nou gaat over beveiliging of over het niet antwoord geven op vraagstukken rond de economie. Als je ervan uitgaat dat robotisering dus heel veel banen gaat opvreten, waarom draait onze economie dan nog steeds op inkomstenbelasting? Dat is voor de staat een enorme bedreiging die erop afkomt. En daar wordt nog niet eens naar gekeken van moeten we daar wat mee of moeten we daar niet mee. Dus dat is er één. Maar ook gewoon om te laten zien dat er een geweldige kansen aankomen. Hè. Er is nu een president in Amerika die roept it's all about the industry. Nou, jongen, hou dat lekker vast, dan gaan wij andere dingen doen die veel kansrijker zijn. Ja. De vorige keer was het model was een roman, waar echt mensen op een hele leuke manier gewoon geconfronteerd werden met het verschijnsel. Een hack en hoe belangrijk dat was. Dit, het is 170, het is een klein boekje, 170 pagina's, 75 onderwerpen, dus 2-3 pagina's. Het is licht, het is makkelijk, het leest lekker weg. Wat is je ideaal? Gewoon met wintersport in de doos stoppen en zeg maar even bij zijn? Of zeg je van geef dit aan het managementteam, zodat je in ieder geval allemaal dezelfde woorden hebt waarmee je kunt spreken. Dat je in ieder geval dezelfde basisinformatie hebt. Nou, ik ga eigenlijk een beetje voor beide. Een samenleving gaat ons allemaal aan. Op het moment dat je gewoon nu ergens in productie werkt en je bent straks, je dreigt je baan kwijt te raken, je kunt dat ook anders zien. Het grote probleem is namelijk niet de arbeid zelf, maar de bestaanszekerheid. Maar ook voor bedrijven van, ja, word wakker en bevecht je positie. Zorg dat je straks niet door de innovators dilemma aan de kant wordt gezet en er niet meer toe doet. Ja, toch even dan zeg maar over het hacken wat in Nederland gebeurt. Er zijn nu we waren bij CIO News en bij CIO Day. En er waren zeg maar wat leuke ex-NSA mensen die lieten zien van hoe je gehackt wordt als bedrijf. En dat er nu ook echt gewoon de hele maakindustrie bij elkaar is om op een gegeven moment zich gaan te verdedigen tegen het gebeuren. Dus men wordt wel wakker. Daar helpt ook mee dat Trump, die Trump-Hillary zeg maar discussie in Amerika, dat het de Russen de Democratische Partij hebben gehackt. Is dat een modegril of is dat echt gewoon een logische uitkomst van iets wat al veel jaren langer bezig is? Nee, dit is eigenlijk al een lijn die heel lang bezig is. Er wordt al tijdenlang gespioneerd. Alleen met digitaal gaat het veel sneller en je kunt het heerlijk anoniem doen. Hè? Je zit ergens op een zolderkamer en je breekt gewoon in. En dan is het ook heel lastig. Hè? Er wordt nu gezegd inderdaad, de Russen hebben het gedaan. Het enige wat we weten is dat de malware van origine oorspronkelijk Russisch was. Maar of dat de Russen zijn geweest die dat geplaatst hebben,
of Amerikaanse organisaties of een andere, dat weet je niet eens meer. Dus het is zo enorm makkelijk om ergens in te breken en gewoon kwaad te doen, zonder dat je ja, dat goed kunt bewijzen wie daarachter zit. Ja. Dus het maakt het wel heel makkelijk ook om binnen te komen. In het boek trek ik ook de parallel met de tijd voor de Titanic. Hè. We zien de problemen wel, we snappen dat we problemen hebben, maar we doen eigenlijk er te weinig aan en we willen ons ook te weinig aan risico's houden. Ja, precies, die Titanic die te ondergaat in de zee van eentjes en nulletjes. Maar toen dat schip eenmaal was vergaan, toen was het eigenlijk geen eens meer een discussie. Er komen gewoon basale regels. Dus ja, ik roep nu, het is wachten op de Titanic. Oké, okay, nou, we hebben over een paar weken hebben we de verkiezingen. Wat zijn de vijf regels, de vijf dingen die de komende regering moet uitvoeren om die basale regels neer te zetten? Nou, ik denk dat je internationaal moet gaan werken aan minimale beveiligingsstandaarden. Het mooie is, die hebben we zelfs in Nederland ontwikkeld. Dat is gewoon, er zijn Nederlandse producten die dat zo kunnen oppikken. Hè, grip op privacy, grip op secure software development zijn daar voorbeelden van. Maar je kunt ook denken aan, geef nou eindelijk eens ruim baan aan technologie. En zorg dat je een land bent waarbij je open staat voor mensen om hun data te stallen. Dus ga niet massaal tappen en wees een betrouwbaar land erin. Dat zou, dus, zou echt enorm helpen. Oké, volgende regering. Niet meer tappen. Maak een niet ongericht massaal. Niet ongericht massaal, dat is wat de NSA ook doet. Daar heb ik het niet over. Nee. Maar dat ongericht massaal, dat geeft een onzekerheid aan bedrijven. Van ja, staat de data wel veilig in Nederland? Ja, oké. Okay. Een duidelijk advies. Dankjewel, Brenno de Winter. En succes hier bij je volgende optreden weer over de Russen bij BNR.